of Science. Ik ben in Latijns-Amerika terechtgekomen omdat mijn ouders wilden dat ik na de middelbare school een andere taal zou gaan leren. En ik wilde zelf graag zo ver mogelijk weg uit Nederland. Tegelijkertijd was het toen een hele roerige tijd. We waren in Ecuador, waar ik toen terecht kwam. Heel veel protesten, er was net een mislukte staatsgreep geweest. Maar ook in Nederland was toen bijvoorbeeld net Pim Fortuyn vermoord. Ik ben daarom eigenlijk nooit meer weggegaan uit de regio. En ik doe nu onderzoek naar politiek om beter die verschillen tussen Nederland en Latijns-Amerika te begrijpen. Ik kijk nu nog steeds naar dezelfde verschillen die me toen al opvielen. Ik wil eigenlijk weten hoe partijpolitiek nou precies in elkaar zit in de praktijk. En dat doe ik door te kijken naar de manier waarop politici hun eigen politieke partijen reguleren. Want het is precies daar dat je ziet hoe sterke leiders aan de ene kant regels instellen, maar ze toch ook wel vaak aan hun laars lappen. Ik ben de afgelopen 2 jaar eigenlijk non-stop in Latijns-Amerika geweest om onderzoek te doen naar partijwetgeving. Ik ben denk ik nooit meer dan 10 weken in hetzelfde land geweest, dus dat was heel hectisch. En als ik daar dan was, ging ik interviews doen met politici om te vragen hoe wetgeving nou precies tot stand komt. En dat was vrij lastig, omdat politici niet makkelijk te benaderen zijn via de telefoon of e-mail. Dus dat moest echt dan via mijn moeder, die er een buurvrouw heeft met een zoon in Nederland, die getrouwd is met een Colombiaanse en wiens nichtje op de basisschool zat met een senator bijvoorbeeld. Als je dan eenmaal zo'n politicus te spreken krijgt, dan wordt het wel vrij makkelijk om nieuwe contacten op te doen, want ze zijn allemaal wel bereid om je verder te helpen. Bij interviews gebeuren eigenlijk 9 van de 10 keer ook wel onverwachte dingen. Ik heb een keer meegemaakt dat ik nog even belde met een politicus van tevoren. En toen vertelde hij dat hij 100 andere mensen had uitgenodigd voor het interview. Ik ben ook wel eens een hele dag op stap geweest met een politicus die ik eigenlijk alleen 's ochtends zou spreken. Maar die vond het zo leuk dat ik ook mee moest in de auto naar onze afspraken. En dan gingen we gewoon verder. Toen ik in Mexico was, mocht ik met de overheidsdienst die politieke financiering controleert mee op een soort undercover missie. Dus toen zijn we tijdens de verkiezingscampagnes het veld ingegaan om dan letterlijk foto's te gaan maken en te gaan turven van uitgaven van politieke partijen. Dat zijn hele bijzondere ervaringen. Ik heb ontdekt dat er vooral heel veel partijwetgeving is, zeker in vergelijking met Nederland of Europa. Dat heeft waarschijnlijk ook als reden dat er in Latijns-Amerika heel veel wantrouwen is in de politiek. Dus als je je verkiezingen helemaal dichttimmert, zorg je er eigenlijk voor dat er geen fraude gepleegd kan worden. En daar zijn wij hier blijkbaar toch wat minder bang voor. Na mijn onderzoek merk ik wel dat voor mij het heel prettig is dat we in Nederland zulke stabiele politieke partijen hebben. Ik vind dat er hier vaak wel veel gezeurd wordt. Er is toch wel een cultuur van klagen, zeker als het over politiek gaat. Maar ik denk dat het wel goed is dat we zulke stabiele spelers hebben die in staat zijn om grote veranderingen door te voeren. Dat is in Latijns-Amerika wel anders. Faces of Science.